Travadrie is een familiaal transportbedrijf, 13 vrachtwagens momenteel. En wij doen vooral groepagevervoer, dus deelpartijen, richting Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Met de opkomst van de Euro 5 motoren hebben wij besloten om dus het onderhoud en de reparaties uit te besteden aan onze dealers. Maar technologie evolueert zodanig snel dat een bedrijf van onze grootorde het niet aan kan om nog langer te investeren in een eigen garage. Dat is gewoon zinloos. Onze core business is het gewoon het aan de gang houden van die vrachtwagens. En voor ons is het een soort verzekering. Wij weten van oké, wij betalen elke maand een bedrag aan onderhouds- en reparatiecontract, maar alle kosten zijn daarmee gedekt. Dus Tarkent Servicepont volgt voor ons de wagens op. Die wagens tenminste zijn uitgerust met diverse sensoren en die melden dus ook zelf problemen. En zullen zij ons contacteren om te zeggen van kijk, die wagen die moet binnen afzienbare tijd eens langs een garage komen, want anders dan gaan we dus effectief al problemen krijgen. En zij ontzorgen ons eigenlijk van het zelf technisch opvolgen van die wagen. Onze wagens zijn altijd tip-top in orde. En dat is iets wat klanten bij ons als heel belangrijk ervaren. Wij kunnen garanderen van oké, wij gaan vandaag bij u laden en wij gaan dat morgen op een bepaald tijdstip ergens afleveren. In Frankrijk, in Engeland, in Zwitserland, dat maakt niet uit. Wij doen bijna alle leveringen op tijd. Als ik hoor wat sommige collega's die het nog steeds doen zonder onderhouds- en reparatiecontract, wat die dan te verwerken krijgen aan een factuur voor een herstelling in het buitenland bijvoorbeeld, die dan etelijke duizenden euro's bedraagt en een pak onvoorziene stilstand, dan denk ik dat wij daar de goede keuze gemaakt hebben. Ik vind het een heel mooi systeem en wij zijn van de zorgen vanaf van die wagen en wij kunnen ons focussen op onze core business en dat is die wagens op de weg houden voor een goede prijs.